Ondanks een goede sfeer afgelopen weekend in het Abellandse stadion, waarbij iedereen die dat wilde weer aanwezig kon zijn, werden er weer geen punten gepakt. Het was simpelweg niet voldoende om te winnen van Utrecht en dus wordt de druk alleen nog maar hoger. Toch waren er ook voldoende aanknopingspunten waar de ploeg mee verder kan. Ook weer grote kansen creëerd. Met name in onze goede fase, begin tweede helft. Waar we onszelf niet belonen eigenlijk om een 1-0 voorsprong te komen. Ja, maar ook gewoon hoe agressief wij te kleed kwamen, waar we kwamen. En hoe ons veldspel dan ook uitzag. Ja, dus ga dan duels winnen. Ja, ga je duels winnen, ja, dan kom je ook vaak in balbezit. Maar alleen jammer dat je jezelf dan niet beloont met een 1-0 voorsprong. Of course disappointed. But of course some parts that we can take with us to the next game. We had some good minutes in the game where we had a lot of pressure on Utrecht and we didn't score. Then we get 1-0 against us instead. But yeah, there are good parts and bad parts and we have to move on to the next game. Ja, waar zijn jullie dan deze week vooral mee bezig? Nou, nu zijn we gisteren vrij geweest. Vandaag zijn we weer begonnen. We hebben een wedstrijd gehad, ook met de wisselspelers maandag. Maar het gaat om andere dingen nu, in die fase waar we nu zitten. Ja, mooi voetbal, dat is niet zelfvanzelfsprekend. En dat hoeft voor mij ook niet. Maar we moeten uit een andere tapvat nu. In verband met de situatie waar we bijna terecht is in, gekomen. Met geen punten halen. En dat wil zeggen dat het begint met hard werken. En dat is sowieso altijd. En zaterdag zal niet makkelijk worden. Dan wordt een wedstrijd gevraagd waar je echt hard moet werken. Je moet echt duel spelen en dan zien we wel of we ook kunnen voetballen. Maar dan moet gevochten worden. Een van de nieuwelingen in het veld is Amin Sar. De spits zat bij zijn oude club in Zweden nog midden in de voorbereiding, maar moet hier dus gelijk vol gas aan de bak. Of course it's difficult to come in the middle of the season especially. And they get the intensity into your body and the fitness. And then when we lose a lot of games now recently, it's difficult, but I'm adapting, so it feels good. And how is it to adapt and to fit in to this team? Yeah, of course, it's taking some time, but it's normal to come in the middle of the season and going into a team directly. But I feel every week now I'm getting stronger and even better in the body. Zaterdagmiddag spelen we uit tegen Willem II. De ploeg uit Tilburg staat op de 15e plaats van de ranglijst en verloren van de laatste 14 wedstrijden maar liefst 13 keer. Je kan ons eigenlijk beide vergelijken. Ja, ook een ploeg die ook op zoek is naar punten. Ja, die ook een hele lange reeks hebben neergezet met maar één overwinning. Heb ook nieuwe spelers gehaald in de winterstop, wat nieuwe frisse wind in de ploeg heeft gebracht. Maar ze verliezen ook heel veel wedstrijden met 1-0, ja, misschien 2-0. Maar ook heel veel wedstrijden waar ze wel voor hun gevoel een punt of misschien zelf 3 punten hebben kunnen halen. En dat is ook zo wij daarin staan eigenlijk. Dus een beetje vergelijkbaar zoals ons eigenlijk. De volgende serie wedstrijden zijn nu heel belangrijk, misschien wel cruciaal. Leeft dat ook zo in de ploeg? Iedereen weet ervan. Ja, dat hoef je niet eens te benoemen. Ja, ik neem aan dat iedereen weet in wat voor fase dat we zitten. En ook hoe belangrijk die komende wedstrijden gaan worden. En dat besef leeft zeker in de groep. En daarom zei de besef is er wel. Maar ze moeten ook beseffen dat het mooie voetbal, dat moet je even vergeten op dit moment. En dan begint het met hard werken op de trainingen. Wat ze normaal ook altijd doen, daar niet van. Maar ook in de wedstrijden. Ja, het hoeft niet mooi, maar het gaat nu om punten binnen te hengelen. Yeah, we all know that we have a couple of games now that we need to take points, and it's fully possible for us to take points as well. So I think everyone in the team are really excited to play those games and bring some points home.